Ja, hè? Hallo! Gelukkig, daar ben je. Ik denk, waar blijf je nou? Gezellig, nee, daar ben ik, kom gauw binnen. Hallo. Thuis, gezellig dat u erbij bent gekomen. Ga lekker gauw zitten hier in de studio ook. We zijn al bezig. Oh, we hebben al een paar weg moeten dragen. Hè? Een paar weg moeten dragen al. Maar er zijn een heleboel overgebleven. We hopen dat u thuis ook allemaal nog bent. En dat het goed is gegaan met vuurwerk. Hè? Als u ons kan zien, is het goed gegaan. Laat het zo maar zeggen. Hè? Hè, fijn dat u allemaal gekomen bent. Wat heeft het lang geduurd? Hè? In het 81, wat heeft dat lang geduurd? Oh, wat heeft het lang geduurd? Hè? Ik was zo zenuwachtig. Ik heb 3 dagen niet geslapen. 3 dagen? S'nachts wel natuurlijk. Maar overdag kan ik wel. Hey, gezellig dat u allemaal bent, lieve dames en heren, thuis ook. We hebben fantastisch 1980 achter de rug, hè? Tenminste in ieder geval een mooi televisiejaar geweest, laten we eerlijk wezen. Hè? Qua televisie hoogtepunt geweest. Hè? Ik ben toch zo'n televisiegek, ik hou van televisie. Hè? Oh, ik ben gek op televisie, ik smeren. Ik ga s'avonds om 6:30 ga ik voor mijn toestel zitten. En ik ga er niet meer voor vandaan voordat er niks meer is. Ik ga ervoor zitten, veel te bang dat iemand een man zit. Het is toch erg die televisie? Vind je niet erg die televisie? Ik vind het verschrikkelijk af en toe die televisie. Als je ziet wat er allemaal komt op televisie. Ik vind het zo erg. En het is allemaal seks. Het is allemaal misdaad. Het is allemaal moord en doodslag. En dan heb ik het alleen nog maar over de kinderseries. Ja, het is toch zo? En weet je wat er nagedacht is met al die misdaad op televisie? Weet je wat er nagedacht is? Heb je in het gewone leven heb je ook verschrikkelijk veel misdaad. Dat is zo hoor. Dan krijg je de gewone misdaad ook door. En vanmorgen, ik lees het nog in de krant, hè, vanmorgen. 15 oplichters gearresteerd. 15! En dat was nog alleen maar in de Tweede Kamer. Kun je nagaan als ze gewoon. Nou ja, goed, we hebben de kerst gehad, nieuwe jaar is begonnen. Hoe was u met de kerst? Zat u leuk met de kerst, mevrouw? Ja? Oh, ik niet. Ik had een verschrikkelijke kerst. No! Nee, ik had vrees. Ik had een boom die had jeuk als een kruis. Ik heb 3 dagen lopen krabbelen. Daar ben je ook gek. Nee, ik heb verschrikkelijk. Ik hou niet van kerst. Normaal vind ik het wel gezellig, maar deze kerst vond niks. Normaal vind ik het leuk. Met een kerstdiner en zo, weet je wel. Dan nodig je wat mensen uit en zo. Dit jaar had ik voor de eerste kerstdag had ik mijn schoonmoeder als aan diner. Maar ga mij maar liever kalkoen hoor. Ik vind niks. Ik vind niet lekker. Tweede dag hadden we konijn. Konijn! Ik zei tegen mijn moeder, is de konijn wel goed gebraaien? Ze zei, natuurlijk is het goed gebraaien. Ik zei, wie zit er dan van mijn slaat te vreten? En dan krijg je de kerstcadeaus, dan krijg je ook nog, oh wat verschrikkelijk hè. En mijn moeder zei, hey, maar wat wil je hebben voor je kerst? Ik zei, nou, ik heb zo'n oud scheerapparaat. Ik zei, ben wel toe een nieuw scheerapparaat, ga mij maar zo'n mooie nieuwe Remington. Ja, ik kan mij niet schelen. Ze hebben moeder een Remington. Je kan je toch niet scheren met een schrijfmachine? Mens begrijpt niks, hè? Mens begrijpt niks. Daar hebben we zo'n klokje gehad. Dat is ook makkelijk. Zo'n digitaal, ken je die nieuwe? Het is makkelijk, hè? Ik vind het zo makkelijk. Vroeger moest je gewoon zo met 1 hand kijken. Tegenwoordig heel moeilijk met 2 handen. Kijk, je weet niks. Nou ja, nieuwe jaar is aangebroken, jongens. Hè? We vergeten alles maar, hè? Alle narigheid erbij gaan. Nieuw jaar beginnen gezellig te tegenaan, hè? En kerven allemaal. Krijgen we nieuwjaarsrecepties. Dat vind ik ook zo gezellig, hè? Oh. De domme gedoe op nieuwjaarsrecepties. Op de duur zeg je ook geen gelukkig nieuwjaar meer. Ik was vorig jaar was ik op een nieuwjaarsreceptie. Kom een man naar me toe die zegt, nou, je weet wat ik zeggen wil, hè? Ik zeg, nou, nee, ik niet, maar ik wens u in ieder geval hetzelfde. Zeg, meen je dat nou? Ze heeft nog 1 keer zet, dan sla ik je helemaal in elkaar, weet je dat? Nou, wat heb je nog meer? Dan heb je nieuwjaarsrecepties. En wat heb je nou nog meer met nieuwjaar, hè? Oh, de goede voornemens. Oh ja, oh, we zitten hier ook vol, hè? Ja, die gaat op dieet en die scheidt uit met drinken. Nou, hier niet, geloof ik. Maar normaal gesproken, en stoppen met roken. Ik ben gestopt met roken. Moet u ook doen? Doe nou, jongens, laten we dat. Ik heb een goed idee. Als we nou met z'n allen stoppen met roken, dat kunnen we toch doen? Als we nou, op de, dan steunen we elkaar. Doe thuis ook. Gooi allemaal je sigaretten weg, jongens. Maar hier, ik heb hier een vuilnisbak staan, jongens. Gooi allemaal je sigaretten erin. Geen flauwekul, gewoon. En niet dadelijk stiekem opgeroken. Gooi erin, kom op. Jongens, wie heeft er nog sigaretten? Gooi snel erin, allemaal erin. Niet thuis ook, gooi gelijk de raam uit. Al die sigaretten weg, jongens. We zijn gestopt met roken. Hier nog,
Allemaal erin, ja. Hier ook, hier een pakje, zo. Niemand meer roken, hè? Denk erom, laat niet merken dat er vanavond iemand een sigaret opsteekt, hè? Zo, thuis ook allemaal gedaan. Allemaal thuis gedaan ook. Allemaal het raam uitgegooid, hier nog. Niemand meer sigaretten? Waar? Oh, hier. Oké, okay. Niemand meer, hier nog, dankjewel schat. Goed zo, niemand meer sigaretten? Oké, okay. Zet hem even achter in mijn auto als je wil. Ja? Het is onzin natuurlijk. Hey, laat maar gewoon doorgaan, jongens. Laat maar genieten, want er komt zoveel narigheid. Narigheid komt vanzelf. Dat is, hoef je niet te maken, hoor. En nou ook weer ziet wat allemaal ellende met economie en met de werkeloosheid is toch verschrikkelijk. Philips België gaat ook dicht, komend jaar, hoor. Philips België gaat dicht. Maar ja, België de eigen schuld. Hebben zelf alle chips opgegeten. Ja, moet je doen natuurlijk. Heb je dat nog gehoord van die Belg? Wil ik even vertellen, was zo leuk. Er is een Belgische piloot. Belgische piloot? Daar heb je de eerste alweer van het jaar. Mooi hoor. Er is een Belgische piloot die vraagt op Schiphol om toestemming om te landen. Hè? Dan moet ze toestemming vragen. Dus die verkeersdoorn die zegt, oké, you can land. Hè? Dat zeggen ze in het Engels, you can land. But what is your height and what is your position? Zit die Belg aan wel? Ik ben 1,62 meter en ik zit voorin. Maar ja, dat begrijp ik wel. Ja, jongens, gezellig. Ga gezellig houden, ja. Maar dat de economie zo slecht gaat, dat ligt gewoon aan onszelf. Weet je dat? Weet je dat het aan onszelf ligt? Ja? Ga maar dom zitten kijken thuis, dat ligt aan jezelf. We voeren geen moer uit, we doen niks. We werken veel te weinig, dat is zo, weet je dat? Ja, we werken veel... Ja, niet ja knikken en nee denken, dat is zo. We werken veel te weinig. Ach, lekker, de kaars, moet je kijken. We hebben ook allemaal kaars, hè. Stuur je ook aan de kaars thuis? Dat is zo gezellig met de kaarsapjes, hè. Dankjewel. Kijk hem zo op. Nee, maar we werken veel te weinig. Want als je nou nagaat... Nee, even serieus. Het jaar heeft 365 dagen, hè? Daar zijn we het over eens, hè? 365 dagen, ja? Oké. Okay. We werken 8 uur per dag, oké? Okay? Een dag, 20 uur. Dus we werken een derde van de dag. Dus ook een derde van het jaar. Een derde van 365 is 121 dagen. Dat werken we. Ja? Zijn we het eens? Zijn we eens. Maar van die 121 dagen zijn er 104 dagen een vrijdag en een zaterdag. Dus dan werken we al niet. Hou je 17 dagen over... Van die 17 dagen heb je nog je kerst, je pinksteren, je pasen, hou maar op. Laten we zeggen bij elkaar een week. Heb je 10 dagen dat je moet werken. En die nemen we het hele jaar op als snipperdagen. We doen geen moer. Ja, in ieder geval. Hou het komende jaar in ieder geval maar een beetje plezier hebben met elkaar. En weinig narigheid, hè. Dat zeg ik nogmaals. Laten we nou geen narigheid maken het komende jaar. Maak plezier. Dus geen nare dingen. Dus over de belasting praten we helemaal niet dit jaar, jongens. Daar praten we niet over, hè. Is dat verschrikkelijk, die belasting? Ik kan me zo kwaad maken op die belasting van de week. Ik was witheet. Ik ga naar het belastingkantoor toe. Ik ga naar binnen. Ik loop naar het loket. Ik maak die ambtenaar wakker. Ik zei, dan moet u eens goed naar me luisteren. Ik was witheet. Ik zei, dan moet u eens goed naar me luisteren. Ik ben goed zat. Ik wou graag 3 weken vakantie hebben. Zit die man van die belasting 3 weken vakantie? Dat moet u vragen aan degene waarvoor u werkt. Ik zei, nou, dat zijn jullie toch? Ja, het is al zo. Jongens, we gaan er een lekker jaar van maken, hè. Koos, we zetten hem in. Want waar gaan we straks met z'n allen naartoe? Ja, dat weet natuurlijk niemand, hè. Maar we kunnen het wel met z'n allen zingen, natuurlijk, hè. Weet je met de tekst op, jongens? We hebben het net gerepeteerd, hè, met z'n allen, hè. Daar komt ie, ja! Waar gaan we straks met z'n allen naartoe? Als ik er aan denk, word ik nou alweer moe. Regen die regen af. Oh, zit niet te zeuren en zit niet te treuren. Het komt wel goed. Oh, als je maar niet bij de bakken gaat zitten, hou goed. Je moet er een kont die weer. Waar gaan we? Ik nou alweer moe. Regen die 81. Oh, zit niet te treuren en zit niet te zeuren. Het komt.